Hier in de skakelkasten is de bron ontstien. Er kwam zo'n soort warmte vrij dat de muren en het plafond vervormen binnen. 24 bij 40 meter plafond moet vervangen worden. Maar de grootste zorg voor eigenaar Kok van Overbeek binnen de tomaten. Want die krijgen nou net automatisch water meer, want ook dat systeem roemt skee op. Hier krijg je normaal gesproken water mee uit. En nu ben ik met de trekkerpomp ben ik het water, gewoon schoon water in het systeem aan het pompen om alsnog de panden water te kunnen geven. En mogelijk binnen de skeerlijke stoffen op de tomatenkaam. Ik heb vanochtend al gelijk al die rassen die we aan het oosten waren, heb ik opgestuurd. En dan hoop ik vrijdag woensdag, donderdag uitslag op te krijgen of daar nog schadelijke stoffen of deeltjes gevonden hebben in de kast. Want daar zagen we vanochtend vaak ook knap rookontwikkeling. En er schijnt bij een vat waterstofperoxide een soort vlam, steekvlam ontstaan te hebben waar een hoop hitte mee vrij kwam. Dat klinkt wel wel gevaarlijk, hè? Ja. Ja. De brandweer was er ook nogal benieuwd naar wat er in die loodsen waren stond. En er stond ook vloeibare meststoffen in die loods. En zodoende hebben ze vaak vanochtend vaak groot opgeschaald voordat ze vaak ook naar binnen konden. Omdat het ook zo zwart was. Het was gewoon zwart van de rook eigenlijk. De brandweer krijgt om een uur zacht de melding van brand. Daar gelieken we natuurlijk dat er geen mensen meer in het gebouw binnen. De brand is vandaag opgeschaald naar grut. Bij aankomst van de eerste eenheden was het hier al heel erg warm. En was er heel veel rookontwikkeling. Daardoor leek het de brand binnen groter dan die uiteindelijk is geweest. En daarom is er voorhand gelijk opgeschaald naar grote brand. Omdat het gebouw vol reek zit, is het van de brandweer dreig om bij de vuurhaard te komen. In de loods heeft de brand gewoed, een meter of 40 achter de deur. En zoals het nu lijkt, heeft de brand gewoed in een aantal schakelkasten voor elektrische apparatuur. Na oorloeren had de brandweer het vuur onder controle. En omdat de wind gunstig zit, is de reek over het longen voortwaaid.